stond. Welmoed spoorde de verdachte zelf op in de WNL-documentaire-reeks Welmoed en de seksfakes. En ze wilde daarmee ook het bewustzijn creëren voor dit probleem. Onze collega Noah van Oostrom die is gisteren bij de rechtszaak geweest. Het was nogal wat, hè? Even het filmpje waar het allemaal om draaide. Ja, was eigenlijk een vreselijk filmpje. Vooral omdat haar hoofd dus op dat filmpje zat. Het gaat dus om een pornofilmpje, zoals je al zei. Deepfake, hè? Deepfake filmpje. En ja, wat erop te zien is, is nogal expliciet. Maar ja, wat er nou gebeurd is, is dus dat Welmoed haar hoofd op de pornoactrice geplakt is. En dat is niet zomaar even een knip- en plakwerkje. Daar is echt technologie voor gebruikt. En het echt is bijna niet van het nep te onderscheiden. Nee, een hele ernstige zaak. Ook voor haar, hoe zij dat beleefd heeft natuurlijk. Wat zei de officier van justitie daarover? Ja, de officier vindt dat de verdachte, want er is dus uiteindelijk een verdachte aangehouden, die stond terecht. Die vindt echt dat hij had moeten beseffen dat hij een grens overging. En de officier geeft aan dat er echt inbreuk is gemaakt op recht op privacy en ook op de seksuele autonomie van Welmoed. En de officier geeft ook aan dat het hele nadelige gevolgen voor haar heeft, zowel privé als professioneel. En ook ziet hij de strafzaak als een waarschuwing voor anderen die misschien wel dit soort knutselwerkjes, wil ik het niet noemen, want het is dus vrij professioneel. Mm-hmm. Maar die dit soort dingen maken. Want als het aan de officier ligt, krijg je daar gewoon eens een strafblad voor. Nou was Welmoed zelf niet bij de rechtszaak aanwezig, maar de verdachte was er wel. Om wie gaat dat? Ja, het gaat om een 39-jarige man uit Amersfoort. En hij had een groene sweater aan, brilletje op. Hij was echt onwijs nerveus. Zat echt met trillende handen op het verdachtenbankje. Hij verontschuldigde zich ook voordat hij constant aan het lachen was. Je hoorde constant een lach in zijn stem. Een soort zenuwenlach dan? Ja, dat zei hij inderdaad. Echt wel een keer of vijf dat een zenuwtrekje van hem was. En verder vertelde hij ook dat hij heel slecht met hem ging. Zijn advocaat zei dat hij met hele donkere gedachten heeft gezeten. En thuis gaat het ook niet lekker. Zijn vriendin is woedend en zijn ouders zijn heel teleurgesteld. Maar de vraag is ook, waarom deed hij dit dan? Ja, hij zegt dat hij die video heeft gemaakt, hè, zo'n deepfake video, omdat hij nieuwsgierig was of hij het zelf ook zou kunnen. Hij zit veel achter de computer. Of hij die techniek zou beheersen. Ja, dat wilde hij uittesten. En hij was totaal niet bezig met hoe dit voor Welmoed zou zijn, maar vooral met likes en views scoren op het internet. En hij zegt dat het onder andere door zijn autismestoornis komt. En in de rechtbank betuigt hij wel spijt. Nogmaals, ik had hier liever niet willen zijn. Maar ik ben er. Ik vind het heel erg dat ik mensen gekwetst heb. Ja, het is nooit mijn bedoeling geweest om een wet te overtreden, dan wel iemand te kwetsen. Maar zoals de officier inderdaad ook zegt, dat kan ik niet meer terugnemen. Ook niet met excuses. Ja, dat was heel stom. Ik heb ook niks tegen mevrouw Zijtsma of tegen wie dan ook eigenlijk. En dan was het een soort van willekeurig in de zin van deze personen zijn veel publieke beelden van beschikbaar. En nog even goed om te vermelden is dat we zijn stem vervormd hebben. Er is een werkstraf geëist, maar we moeten nog afwachten of hij natuurlijk daadwerkelijk ook veroordeeld wordt. Want eigenlijk is het best wel een beetje een nieuw fenomeen, hè? De vraag is of de rechter wel vindt dat er voldoende kaders zijn om hem te veroordelen. Omdat het dus om een nieuw soort technologie gaat. En de advocaat van de verdachte die is ook van mening dat die kaders er helemaal niet zijn. De verdachte die had volgens haar echt niet kunnen weten dat dit mag. Ze haalde bijvoorbeeld ook nog Arjen Lubach aan, die heel vaak gebruik maakt van deepfake om bijvoorbeeld leden van het Koningshuis rare dingen te laten zeggen. Ja, dat is natuurlijk wel iets totaal anders. Precies, dat wordt geaccepteerd. Maar het gaat hier echt om pornografisch materiaal. En zoals ik eerder zei, de officier die denkt daar echt wel anders over. En het is dus echt nog even spannend wat de rechtbank gaat beslissen. Zeker. Ja, en op 2 november, hè, dan doet de rechter uitspraak. Zeker. Goed. Dan dus meer. Dan hebben we nog een opmerkelijk verhaal, Rick, over een creatieve dief. Ja, zeker. Een heel creatieve dief. Een 22-jarige man heeft